Ja, hallo allemaal, dit is Bjorn, oftewel Bliefjes, en van harte welkom bij deze preview van het groene hart dat we momenteel spelen in Train Simulator 2019. Zoals jullie kunnen zien staan wij hier met een R-net, staan wij hier klaar. En loopt de tijd door? Nee, het is gestopt, oké. Welkom bij deze preview, je hebt net lunchpauze gehad en de eerstvolgende rit zal de 8640 naar Alphen aan den Rijn zijn. Dit treinstel is net terug van onderhoudsbeurt in Leidschendam en mag nu weer in dienst. Rijd naar spoor 11 en combineer met de flirt die daar al klaar staat. Open volgens de deuren en bouw de trein, om. Doe dit ook een remtest na het ombouwen en vergeet niet de koersborden. Veel succes, het is niet nodig om zij te passeren met TAP. Nou. Wij moeten dus naar Gouda heen om aan te koppelen. Dan naar Waddinxveen. Triangel. Waddinxveen. Waddinxveen Noord. Boskoop. Sneedelwijk. En Boskoop. En Alphen aan de Rijn. Het zijn in ieder geval heel veel. Om maar zo te zeggen. Het zijn heel veel dingetjes waar we naartoe moeten. En volgens mij moeten we de trein dus uitrusten. Dan gaan we volgens mij. Even kijken of ik dat nog een beetje weet. Of is de trein al uitgerust? Dat kan ook hoor, daar niet van. Nee, helemaal niet. Nee, die moet inderdaad wel in. En dan moet die... Moet omhoog natuurlijk. Daar gaat de pantograaf. Wonderbaarlijk, of niet? Zo. Eens even kijken, die kan allemaal voorheen inderdaad. Zo. Nou moet ik alleen kijken waarom. Even, wat is dit nog? Dit is trouwens de eerste keer dat ik zo'n ding aan het opbouwen ben. Bedenk ik me net volgens mij, maar goed. Wat is dit? Reverser. Cruise control speed. Nou, wie dacht. De parkeerremmen die er vanaf moeten. Zo dacht ik. Ja, nu kan ik deze ook bedienen. En dan de headlights. Voor mij staan ze al zo goed, dacht ik. Ja, we laten nog even opnieuw instappen staan voor nu. De ATV doen we even aan. En dan rijden we alvast eventjes voor naar... naar station Gouda. Want daar moeten we even aankoppelen aan een andere flirt. Dus ja, nogmaals, zoals ik al zei, dit is dus een preview van een nieuwe route, het Groene Hart. Zoals het heet in ieder geval. En ik ben natuurlijk dons benieuwd naar, naar wat we allemaal te zien krijgen natuurlijk. De bouwers zijn natuurlijk een tijdje bezig met deze route. Dus ja, nogmaals, ik ben heel erg benieuwd. Even kijken, passagiers moeten om 25 ophalen. Nou, dat gaat ons zeker wel lukken, zoals we nu aan het rijden zijn. Er ligt hier zelfs een of ander leuk lijntje. Waardoor het net lijkt alsof het een LZB is hier of zo. Maar dat zal waarschijnlijk niet zo zijn. En uiteindelijk gaan we dus inderdaad naar Alphen aan de Rijn. Nou, we gaan even. We hebben gelukkig genoeg tijd om aan te koppelen. Dus die tijd kunnen we ook eventjes nemen. Oh, die trein die wordt gewoon in één keer wakker. Klunk, zag je dat? Nou, zetten we eerst even stil. Zo. En dan gaan we even aankoppelen. Mooi. We kunnen nu stilstaan nu. Pantografen zijn al geheven, zo te zien. Mooi. Dan kunnen wij dus... Ik denk dat wij die kant op moeten zometeen. Het lijkt erop van wel. Dus we doen hier nou even de... Even kijken, ATB staat hier nog niet aan. Zo. Even de deur hier open. Dan gaan die hier wel uit.
Zo, uit. Richtingsschakel even neutraal. Zo, dan kunnen we de andere kant in namelijk. Hier moet de richtingsschakel naar voren. A en B staat aan. Remmen zijn er vanaf. Verlichting. Staat hij nog niet zo... Nee, staat goed. En dan moet hij op Alphen aan de Rijn. Kijk, hartstikke mooi. Alphen aan de Rijn. Voor heel veel mensen zal het ook wel een herkenbaar stukje zijn om te rijden. Omdat best wel veel mensen het redelijk vaak over hebben dat ze met deze R-net naar Alphen aan de Rijn rijden. En tot nu toe zijn er nog niet heel veel routes waar je daadwerkelijk kon rijden. Dus natuurlijk, maar dus nu wel. Zoals ik nu kan zien, staan we dus op station Gouda. En het grappige is inderdaad, wat ik hier zie, Cinema Gouda. Het klopt inderdaad dat Cinema Gouda hier gewoon inderdaad naast ons staat, hoort te staan inderdaad. En dan heb je naast de cinema, heb je, ja, dit moet dan heten, Huis van de Stad, moet dat zo heten. En hier zou een Rabobank moeten staan, normaal niet hè. En dan hebben we aan de overkant... even kijken, hier moet je ergens als het goed is de ingang hebben van het centrale station. Dat zal wel hier zijn. En dan heb je hier als het goed is ook de taxizone. Ah kijk, nou ja, een soort van. Dit zou dan de taxizone moeten zijn in ieder geval. Ja, op zich wel goed gedaan natuurlijk. Ik zit ook wel best wel mooi uitzien zo. Mooi station in ieder geval Gouda. Dus ik ga heel even op de kaart kijken waar we zo meteen moeten rijden. Want als het goed is moeten we dan... Ja, die kant op inderdaad. Ik wil natuurlijk niet al te veel van de kaart laten zien. Dat ga ik ook niet doen. Dus we weten in ieder geval dat we zo meteen die richting uitgaan. Zodra de deuren dicht zijn natuurlijk. De cruise control staat nog op 40 km per uur. Wat met groen knippen op zich dikke prima is. Wat ook hoort zo. Ja... Eens even kijken, wat zie ik hier nog meer? Ja, hier is dus die cinema inderdaad. En dan is dit de burgemeester James single. Moet dat dan zijn? Maar goed, de deuren die gaan zo dicht. Dat bedoel ik dus. Dus wij kunnen gaan vertrekken eindelijk naar Waddinxveen. Waddinxveen, triangel in wat? Tussen. Goed, we gaan in ieder geval op weg. Naast station Alphen aan de Rijn. Met groen knipperend licht. Gaan we op weg. Nou ja, laten we maar in ieder geval wel ervoor zorgen dat we. Even, ja, dit aanzicht hebben, inderdaad. Ik hou de HUD er even onder. Nou, ik ben op zich al benieuwd waar we naartoe gaan, want ik ben hier niet baanbekend of wat dan ook. Ik bedoel, ik heb hier nog nooit gereden, laat ik het zo zeggen. Nou, hier rechts stonden we eerst dus. En we gaan ook rechtdoor. En nu gaan we de golfbaan op. Zo wat er in ieder geval op lijkt. Ik hoor nog een trein in de verte. Ja, zie je, dus die DDZ. Of zou dit de ATB nieuwe generatie lijn kunnen zien? Of ik weet echt niet wat voor lijn het is wat ik hier ook zie. Anyway, we kunnen nu naar 100. 30 voor eventjes en daarna moeten we naar 80. Oh, laten we dat maar direct doen. 80 wordt hier al aangegaan namelijk.
Nou, de brug waar we momenteel overheen gaan, dat is de Hoge Gouwe Spoorbrug. Ziet er wel mooi uit trouwens. Zo eventjes een beetje uitzoomen denk ik, of niet? Dan zien we in ieder geval wat. Dit is de Hoge Gouwe Spoorbrug. Ja. En dan heb je hier de Lage Gouwe Spoorbrug. Ja, daar hebben ze wel goed over nagedacht, of niet soms? Nou, ik moet wel zeggen dat als je vanuit de cabine even lekker om je heen kijkt, dat het overal lekker is ingevuld in ieder geval, vanuit cabineaanzicht. Dus daar heb ik in ieder geval niet van aan te merken. Nou, hier mogen we dus 80. Waarschijnlijk omdat we hier naar rechts in gaan, denk ik. Ja, we gaan hier naar rechts. Ook wel fijn dat we dan in ieder geval dit met de vlucht mogen rijden. Ik bedoel, dat is een van de nieuwe, is voor mij de nieuwste trein die Chris gemaakt heeft. Ook heel mooi, deze R-net erbij. Nou, en hier aan de rechterkant hebben we dus de flyover Moordrecht. Nou, dat zie je natuurlijk een beetje lastig zo. Dit is de flyover van Moordrecht. Maar goed, wij wijken natuurlijk een beetje af van het huidige spoor. Geen idee wat dit zou moeten zijn in ieder geval. Oh, dit is de A20. Dit hoort de snelweg te zijn. De A20. We zitten nog steeds in een mooie scherpe bocht. Zometeen mogen we 100. Beste reizigers, goedemiddag. Het volgende station is Waddinxveen-Triangel. Deze trein rijdt verder naar Waddinxveen, Waddinxveen-Noord en eindbestemming Alphen aan den Rijn. Station Waddinxveen-Triangel. Nou, thanks, denk ik. Dus ik neem aan dat, ik weet niet of dit echt de omroep is of dat het gewoon van Google Translate geplukt is, maar... Even kijken, we hebben 4 bakken. Dus dat is gewoon even aan het einde van het perron neerzetten. Zo. Even de deur openen. Station Alphen aan de Rijn waar we naartoe gaan. Volgens mij zijn we wel op tijd trouwens. Doe eens niet. Ja, we zijn niet op tijd. Mooi. Nou, we staan hier eigenlijk aan de linkerkant. Hier heb je normaal gesproken het... Of hier, dit moet het stationspark zijn. De deuren gaan trouwens ook zo dicht. Ik mis hier wel wat dingen zo te zien. Maar goed, ik heb... Ik heb geen assetlijst gekregen bij deze route. Dus ik zie inderdaad dat ik wel wat dingetjes mis. Dat zijn die leuke witte pinnetjes. Maar ik zou niet weten wat daar
normaal gesproken zou moeten zijn. Misschien dat het wel parkeerplaatsen zijn. Oh, die spiegels die klappen nog even mooi in. Wonderbaarlijk, of niet soms? Nou ja, laten we snel verder rijden. Ik mis waarschijnlijk nog wat parkeerplaatsen, denk ik. Ik denk dat het is. Beste reizigers, goedemiddag. Het volgende station is Waddinxveen. Deze trein rijdt verder naar Waddinxveen Noord, Boskoop-Snijdelwijk en eindbestemming Alphen aan den Rijn. Station Waddinxveen. Waar we ook moeten afremmen trouwens. De volgende zijn is rood. Nee, het scheelt in ieder geval, ik hoef het omroepen niet te doen. Dat wordt al van mij gedaan. En het was niet nodig om hier seine te tappen, werd gezegd. Ah kijk, er kwam al een trein in de verte aan. Zo. Hartstikke mooi. Eens even kijken. Hier hebben we dus dan het station van Waddinxveen, waar ook nog een R-netje binnenkomt. Ah, dus gebruik gemaakt van stopping points. Dat vind ik altijd goed. Eentje naar Gouda en eentje naar Alphen aan de Rijn. Goed gedaan. Al lopen natuurlijk altijd weer wat lui voor. Ga weg! Ga uit mijn shot! Jullie verpesten het allemaal weer. Vervelende mensen ook altijd. Eens even kijken, wij gaan hierna naar Waddinxveen Noord inderdaad, en dan Boskoop, Boskoop en eindstation Alphen aan den Rijn. Okidokie. Beste reizigers, goedemiddag. Het volgende station is Waddinxveen Noord. Deze trein rijdt verder naar Boskoop-Snijdelwijk, Boskoop en eindbestemming Alphen aan den Rijn. Station Waddinxveen Noord. Nou, er staan hier voor ons weer geen bakborden, dus dat betekent gewoon aan het einde van het perron neerzetten dus. Zo. Nou, eens even kijken wat hebben we hier. Er loopt een mooi straatje hier onder ons door. Een paar mooie flats. Geweldige flats. Dit zijn echt gewoon de...
ja, hoe noemen we de standaard leuke flessen die je allemaal in Nederland ziet. Dan is dit dus het station van Waddinxveen Noord. Oh, leuk hoor. Leuk dit detail. Is al natuurlijk een maximale doorrijhoogte. De. En een politieauto. De deuren die gaan zometeen voor ons dicht. Waardoor wij verder kunnen gaan naar station Boskoop. Beste reizigers, goedemiddag. Het volgende station is Boskoop-Snijdelwijk. Deze trein rijdt verder naar Boskoop en eindbestemming Alphen aan den Rijn. Station Boskoop-Snijdelwijk. Boskoop-Snijdelwijk. Wel bijzonder dat ik hier trouwens een geel sein kreeg. Dan zou je haast zeggen dat het volgende sein rood is. Station Boskoop-Snijdelwijk. Oh, ik zie al bakbordje 4 is gewoon het enige aan de bron. Zo. Dus even kijken wat we hier allemaal zien. Eens even kijken. Dit is dan de plataan. Of zoiets dergelijks dat het ook mag heten. Hier is niet eigenlijk heel veel te zien. Als ik ook een beetje op Google Maps kijk. Het is niet inderdaad iets waarvan je zegt van nou hier is zo heel veel gek veel te zien. Weet je wel. Het is gewoon een ja, leuk stationnetje. Waar niet zoveel te doen is. Oh, de deuren gaan al dicht. Niet veel tijd om lang te kijken, dames en heren. We moeten snel verder weg. Nou ja, we mogen hier 40. Beste reizigers, goedemiddag. Het volgende station is Boskoop. Deze trein rijdt verder naar eindbestemming Alphen aan den Rijn. Station Boskoop. Station Boskoop. Oh ja, er staat, daar een trein voor ons. Oké. We kregen daar dus een kruising. Ik hoor de deuren van die trein al vanaf hier. Maar we hebben geen vertraging zover. We zijn nog netjes gewoon binnen de tijd hier aangekomen. Hier kunnen we zo meteen wel een mooie foto maken, mits de deuren van die andere trein hier dicht gaan trouwens.
Zo. Oh nee, doe dat nou niet. Ga maar niet maken dat jullie dat je nou in een keer pleethuizen gaat. Dat vind ik niet leuk. Hoppatee. Kijk, dat zijn de mooiere foto's. Soms weet ik ook gewoon niet welke deuren ze nou dicht willen hebben eigenlijk. Nou, in ieder geval hebben we hier dus het station. Met dit inderdaad het Flora Theater. Nice, nice, inderdaad het Flora Theater. En nog meer politie op de parkeerplaats. Zo grappig zijn als de deuren straks allemaal tegelijkertijd dicht gaan. No way! Ja, wel way, die deuren gingen gewoon tegelijkertijd dicht. Nice, alleen, ja, het was een goed getimed iets hoor, daar niet van, maar ik weet alleen niet waarom hij geen groen kreeg, maar goed. Hij had al weg mogen gaan eigenlijk, maar goed. Maakt jou niet uit. We kunnen even de andere kant op kijken. Hij heeft nog steeds rood. Hallo, waarom heb je nog steeds rood? Wat ik het dat je gaat vertrekken, vriend. Oh, oh, ja. Nou, ze is rood. Vervelend voor je. Goed, wij gaan nu verder naar ons eindpunt, station Alphen aan de Rijn. Eens even kijken, centrum, speler, hier zijn wij. Waar is die andere pannenkoekenbakker? Ah, vervelend dat hij moet blijven wachten voor hem. Nu even de ATB in de gaten houden. ATB zegt gelukkig nog lekker niks. Nu zometeen wel, denk ik. Yep. Beste reizigers, goedemiddag. Het volgende station is Alphen aan den Rijn. Alphen aan den Rijn is het eindpunt van deze trein. U wordt vriendelijk verzocht hieruit te stappen. U kunt hier overstappen voor de richting Leiden Centraal. Deze sprinter vertrekt van spoor 1. Station Alphen aan den Rijn. Eindbestemming van deze trein. Ja, zeker wel. Ja, zo is ook wel grappig. Het eindstation van deze trein, al zie je hieronder in het beeld staan, niet einde. Nee, jawel, wel het einde.
voor de eerste keer dat we station Alphen aan de Rijn binnenrijden, dames en heren. Goed, dames en heren, we zijn hier aangekomen op station Alphen aan de Rijn. En dat betekent dat we hier ook aan het einde zijn gekomen van deze preview. Ik ben benieuwd naar wat jullie vonden van deze route. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden, zowel. Dan kun je even een blauw duimpje omhoog doen. En je kunt natuurlijk ook een leuke comment achterlaten. Dat je misschien bepaalde dingen herkent van deze route. Van het Groene Hart, het Gouda of Alphen aan de Rijn in ieder geval. Mocht je wat tips voor de bouwer hebben, de bouwer die is actief op Treinpunt. En natuurlijk kun je gewoon ook comments bij mij achterlaten. Ik denk dat hij dat wel leest. Ga ik zo even vanuit. Ik zie ook allemaal van die liften hier naar boven en naar beneden gaan. Maar goed, dames en heren, nogmaals heel erg bedankt voor het kijken naar deze episode. En uiteraard tot de volgende keer. Tot ziens. Dag.